Landelijke actiedag van Giro 555 voor het Midden-Oosten. Politiek beladen onderwerp. Er was gekozen om neutraliteit te behouden, geld in te zamelen voor, let op, alle slachtoffers van de oorlog. En toch leverde de actie veel minder geld op dan vorige edities. Ik wil terugblikken op die actie met Bart Beekmans. Hij is van stichting Giro 555. Meneer Beekmans, bijzondere week voor u. Het was misschien wel de meest beladen Giro 555 actie ooit. Is dat zo? Dat zou ik niet durven zeggen, hoor. Er was veel gedoe vooraf. Radiostations wilden niet aan de actie deelnemen. Er zat bijna geen BN'ers in het belpanel. We hadden Tanja Yes. Ja. Er was vanwege de gevoeligheid van het onderwerp geen tv-uitzending. Het was een beladen editie, toch? Nou, en toch zou ik dat niet... ik zou dat niet zo durven zeggen. Nee. U vond dat wel meevallen? Dat zeg ik niet. Ik bedoel het vrij letterlijk. Ik zou het echt niet durven zeggen. Juist. U bedoelt, ik ga er geen uitspraken over doen vanwege de gevoeligheid van het onderwerp. Ja, wij dachten, als we nou geld ophalen voor alle slachtoffers en geen partij kiezen, dan is iedereen blij en ontstaat er vast geen discussie. Ja, maar er ontstond juist heel veel discussie. Ja, sommige mensen vonden het veel discussie, andere mensen vonden het juist heel weinig discussie. Dus ja, dat... Dus? Ja, daar durf ik niet echt iets van te vinden. Tenzij u daar iets van vindt, dan staat hij dat natuurlijk ook helemaal vrij. Heeft u misschien de polarisatie over dit onderwerp een beetje onderschat? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik merk dat u vrij weinig durft te zeggen. Dat durf ik wel te zeggen, ja. Had u de reacties niet verwacht? Nou, ja, wij dachten we organiseren een actie voor mensen in nood. Het zal wel goed komen, maar toen bleek ineens dat het dus heel veel uitmaakt wie die mensen in nood zijn en waar ze voor staan. En behaalt u van die opbrengst 15 miljoen opgehaald? Substantieel lager dan bedragen die eerder werden opgehaald. Andere acties. Mooi bedrag. Maar u moet het wel onder heel veel organisaties gaan verdelen nu. Ja, maar goed, dat sluit ook lekker aan bij ons motto. Wat is uw motto? Iedere euro is er één. Juist. Was de opbrengst niet veel hoger geweest als bijvoorbeeld de NPO had gezegd, we doen wel een tv-uitzending? Ja, dat is lastig om dat zo durft te... u niet te zeggen. Nou, als het niet per se hoeft, geef ik daar liever geen antwoord op, nee. U zegt steeds dat u er niks over durft te zeggen, maar wat vindt u dat zoveel partijen vanwege het onderwerp niet thuisgaven en eigenlijk Giro 555 en uw actie een beetje in de steek lieten? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik daar iets over zou moeten zeggen. U durft dat niet te zeggen, maar u vindt daar toch wel iets van? Nou, wat zou ik moeten zeggen dan? Dat het laf is om dan maar niets te doen en te blijven kijken naar zoveel mensen in nood? Dat het nogal laf en makkelijk is als je dan maar niet meedoet uit angst om adverteerders te verliezen voor je radioprogrammetjes? Dat het niet gaat om het conflict, maar dat het gaat om mensen in nood? En dat het niet minder dan menselijk is om andere mensen in nood te helpen? Omdat je dan zou hopen dat je zelf ook geholpen zou worden in zo'n positie? Omdat wij zelf natuurlijk ook net zo goed de dupe zouden kunnen worden van een conflict waar wij zelf part nog deel in hebben, maar waar we toch de ellende van hebben omdat we nou eenmaal op een bepaalde plek op aarde zijn geboren? Nou, zoiets bijvoorbeeld. Nee, dat zou ik niet durven zeggen, nee. Helder! Eerst volgende actie, Giro 555. Hoe gaat u het aanpakken? Gaat u iets veranderen in uw aanpak? Zeker. Ja, we hebben natuurlijk ook echt iets geleerd, hè, van deze actie die we nu hebben gedaan. We gaan politiek beladen onderwerpen natuurlijk absoluut niet uit de weg. Maar we moeten wel voortaan nog duidelijker maken dat we echt geen partij kiezen en er voor iedereen zijn. En hoe gaat u dat doen? We hebben onze actiedag die de komende weken uitgaat veel beter afgekaderd. Dat het echt helemaal duidelijk is dat wij niemand buitensluiten en echt geen partij kiezen. Want waar gaan jullie nu geld voor inzamelen? Voor de wereldproblematiek. De wereldproblematiek. Voor de wereldproblematiek, ja. Of er tegen. Dat ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Ja. Lijkt me een breed begrip. Wat houdt het specifiek in? Dat zou ik niet durven zeggen. Dank u wel. Bart Beekmans, Giro 555. Dank u wel.